Denk groot en word rijk is een mooi verborgen commando voor jouw onderbewustzijn. Want wanneer je je leven gaat baseren op de principes uit Denk groot en word rijk, dan zie je dat je rijk kan worden op het gebied van jouw gezondheid. Rijk worden betekent dus gezond zijn, maar ook natuurlijk plezierige, harmonieuze relaties hebben. En natuurlijk ook kunnen groeien. Rijk zijn in jouw persoonlijke groei. Rijk zijn in jouw leven betekent dat je ook spiritueel groeit en natuurlijk ook rijk bent aan zelfvertrouwen. Iedereen heeft evenveel zelfvertrouwen. Je bent met evenveel zelfvertrouwen geboren. Alleen de gedachtes en de programmering die dat tegenhoudt, dat kun je veranderen. Wanneer je jezelf in harmonie brengt en dus leert om de principes uit Denk groot en word rijk als gewoontes te hebben in je denken, in je emotie en in je handelen, dan zie je dat een natuurlijk gevolg is dat je alleen maar rijk kan worden. Rijk zijn kun je zien als een struik die vanuit het zaadje in de aarde tot de struik groeit waarvoor het geboren is of waarvoor het gemaakt is. Een palmboom wordt een palmboom omdat het nou eenmaal zo is geboren als zaad. En wanneer dat in de juiste omgeving kan groeien, dan groeit het tot volledige bloei. Dus denk groot en word rijk. Napoleon Hill geeft daarmee voor jou de principes aan hoe jij de beste versie van jezelf kunt zijn en kunt worden. Nou, heel veel mensen hebben programmering gekregen in hun opvoeding, vaak met de beste intenties, dat niet succesprincipes zijn. Of principes zijn die je kerngezond maken of gelukkig maken of volledige zingeving veroorzaken dat je meer zingeving in je leven hebt. De meeste mensen hebben de beste programmering van hun vader en moeder gehad in de omgeving, maar natuurlijk ook genetisch. Hè, de dynasty waarin je bent gekomen, de bloedlijn. Hè, in dat je geboren bent, heb je natuurlijk een deel van je is genetisch bepaald, hè, hoe je eruit ziet. En heel veel programmering, overtuigingen, filosofieën, denkwijzen komen uit een hele andere tijd, maar die heb je meegekregen in de evolutie voor jouw overleving. Heel veel van die programmering is niet in lijn om rijk te zijn of ultiem gezond te zijn. Kijk maar, als we kijken in Nederland hoeveel mensen in de zorg lopen, het gevoel hebben weinig invloed te kunnen uitoefenen op hun leven. En eventueel ook een burn-out hebben, schering en inslag. Nou, waarschijnlijk als jij deze video kijkt, ben je op een goed succesniveau al in je leven. Ondernemer of een leidinggevende. En of iemand die geïnteresseerd is in persoonlijke groei, NLP en of hypnotherapie opleidingen heeft gedaan. Nou, deze video gaat niet per se over NLP, hypnotherapie of burn-out. Het gaat meer over, of alleen maar over, denk groot en word rijk. Zo direct ga ik 8 lessen aan je geven uit het hoofdstuk geloof. En dus de 13 principes die Napoleon Hill in dit boek beschrijft, is voor jou als richtlijn in je leven. Als je zegt, hoe kan ik nou een succesvol, blij en gelukkig leven hebben? Dan heb je met dit boek een hele goede beslissing gemaakt. Nogmaals, ga door de hoofdstukken heen die ik op mijn YouTube kanaal heb geplaatst voor jou. En dan kun je dus letterlijk door het boek gaan. Beter nog, koop het boek. En in fysieke vorm, dat je het in je handen kan houden zoals ik. Dat je het in de boekenkast kan plaatsen. Want dan heb je ook de spirit van Napoleon Hill. En de spirit van de meest succesvolle mensen van een tijdje terug. Echter, de principes die erin staan zijn universeel en tijdloos in je eigen huis. Deze videoserie, lessen uit Thinking Grow Rich, lessen uit Denk groot en word rijk, is als toevoeging als je het boek al hebt gelezen. Dat zou het beste natuurlijk zijn. Als je al minimaal 1 keer het boek hebt gelezen en of door de hoofdstukken heen bent gegaan of kennis hebt genomen van de principes die Napoleon Hill beschrijft. Dus uit zijn 25 jaar onderzoek van onder andere Thomas Edison, Henry Ford, mannen en vrouwen die rond 1905, 1910 super succesvol waren, Andrew Carnegie, heeft hij dus in dit boek een succesformule van gemaakt. Nou, het is niet van als je dit 1 keer leest, dat je dan in 1 keer super gezond bent, super rijk bent, super veel zelfvertrouwen hebt,
super je hart hebt geopend om je beste leven te leiden met EI. Het heeft te maken met ja, hoe ver ben jij al in je eigen bewustzijn over hoe jij de succesprincipes in je leven toepast. Nou, heel veel van de succesprincipes in Denk Groot en Word Rijk zijn gebaseerd op de natuurwetten. En natuurwetten zijn universele wetten die je terugvindt in religie, wetenschap en in wetten van manifestatie. Want ja, als jij zegt ik heb een doel voor mezelf, ik wil mijn onderneming laten groeien of ik wil als leidinggevende of als manager in mijn kracht staan in de omgang met mensen of wanneer je in je liefdesrelatie jezelf aan de beste kant wil laten zien voor je vrouw of man, dan moet je eenmaal bepaalde succesprincipes toepassen. En die succesprincipes die zijn gewoon voor jou beschikbaar. Dat is het mooie als je deze video kijkt. In de tijd waarin je leeft zijn die succesprincipes gewoon beschikbaar. En dat is eigenlijk iets van de laatste, laat ik het zo eventjes slordig inschatten, 20 jaar. Natuurlijk ook met de komst van het internet is die informatie beschikbaar voor jou om van te leren. Nou, wanneer je Denk Groot en Word Rijk leest of mijn YouTube video's beluistert, waardoor je ook door het boek heen gaat, dan heb je een goede basis gelegd, een goed fundament. En dan heb je met deze videoserie een stukje meer diepgang per hoofdstuk. Ook geef ik een 2-daagse training binnenkort in Den Haag, waarin ik je door het werkboek heen haal wat je erbij krijgt en waar je praktische oefeningen gedaan krijgt om jezelf te leren kennen, een transformationele reis te maken om rijkdom te creëren op het gebied van je gezondheid, zelfvertrouwen, spiritualiteit. En met name natuurlijk wanneer je een groot verlangen hebt om een doel te bereiken. Zelf ben ik ondernemer. Ik heb mijn eigen opleidingsinstituut in Den Haag. En mijn droom is om verschillende opleidingsinstituten over de wereld te gaan plaatsen. Educatieinstellingen om mensen te empoweren. Daar komt het in kort op neer. Nou, dat heb ik al nu in Nederland. En dat is steeds meer en meer aan het groeien. En dat is voor een heel groot deel gebaseerd puur op het feit dat ik mijn eigen programmering de laatste 5 jaar onder de loep heb genomen en eigenlijk de splinters uit mijn eigen denken heb durven en leren zien met behulp van een goede coach en daarmee ook de nieuwe programmering te kunnen doen. Met andere woorden, hoe meer je je in harmonie brengt met de succesprincipes en de natuurwetten die eigenlijk eraan ten grondslag liggen, hoe meer succes je alleen maar kan hebben. Right? Dus het is de enige uitdaging die je hebt is je eigen programmering, right? Dus je kunt zeggen, jij bent het enige probleem dat je hebt in je leven. En je hoeft dus nergens buiten je te zoeken naar een oplossing. Omdat namelijk wanneer je zelf het probleem creëert en weet hoe je dat doet tot op de basis oorzakelijkheid, dan ben je ook de oplossing. En natuurlijk ben jij zelf de oplossing van wat voor probleem dan ook je denkt te hebben. Want een probleem is een uitnodiging om te groeien. En wanneer je een positieve mentale instelling hebt, en dat is onder andere wat je van Denk Groot en Word Rijk leert, dan kijk je dus anders naar een uitdaging of een tegenslag. Nou, daar ga ik heel diep op in met name de eerste 2 video's van deze videoserie. En die videoserie heet Lessen uit Think and Grow Rich. Dus de groene video's is Denk Groot en Word Rijk. Dat is gewoon het hele boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, met voorzien van commentaar en meer toelichting. En Lessen uit Think and Grow Rich, deze videoserie, is met name gericht op hoe je meer diepgang kunt ontvangen per hoofdstuk. Dus deze video gaan we kijken naar 8 lessen die ik heb gehaald uit het hoofdstuk geloof. En geloof is de grootste chemicus van de geest. Nou, dat is natuurlijk een super powervolle uitspraak. Geloof is de grootste chemicus van de geest. Dat betekent, jij hebt een geest, je hebt een denkgeest, je hebt een mind en je denkt voortdurend gedachtes en de gedachtes die je denkt, denk je met een soort brandstof, laten we het zo even noemen. Dus om te kunnen denken heb je een bepaalde energie nodig en een voorstelling maken is een gedachte. Dus als je bijvoorbeeld denkt, hey, ik zou gezonder willen zijn, ik zou willen barsten van het zelfvertrouwen of ik zou mijn onderneming in een bepaalde positie willen hebben en superveel zelfvertrouwen te hebben of een bepaald lichaamsgewicht hebben, wat het doel ook is, dan maak je daar een voorstelling van en daar heb je een goed gevoel bij
En dat goede gevoel is het verlangen. Nou, het verlangen is de allereerste stap op weg naar rijkdom. En dat moet je dus omzetten met je verbeeldingskracht. En dat doe je natuurlijk ook al onbewust. Want ja, als je nou een brood gaat halen of de auto instapt of je toekomst plant, je bent voortdurend bezig met het gebruiken van je verbeeldingskracht. Ook wel je inbeeldingskracht. En daarmee maak je een voorstelling in wat we noemen de vormloze bron of denkende energie. Dus er komt voortdurend energie bij je binnen en jij denkt met behulp van die energie. Dat klinkt wat ingewikkeld en je kunt het zien als levensenergie. Je ademt en er komt levensenergie bij je binnen, anders zou je niet kunnen leven. Je kijkt deze video, dus dat betekent dat je leeft. Dat betekent dat er nu op dit moment, terwijl je naar mijn stem luistert en mij hier ziet presenteren, dat jij denkende energie hebt. En dat gebruik je op dit moment, wanneer je geconcentreerd bent, om te begrijpen wat ik zeg. Dus nu ga ik met mijn woorden, kom ik bij jou binnen in de huiskamer of op je mobiele telefoon. Misschien heb je oordopjes in, misschien zit je rustig op de stoel of misschien zit je achter de laptop. En de woorden die ik gebruik, verbaal en non-verbaal, die worden door jou geïnterpreteerd en die geef je betekenis. Dus dat betekent op het moment dat ik woorden naar je uitstuur, vanuit mijn brein naar jouw brein, een transmissie doe, in dit geval over het gedachtegoed van Napoleon Hill, dan maak jij plaatjes in je gedachten waarbij je ook commentaar hebt en ook gevoelens bij hebt. Dus positief commentaar en ja, misschien ook negatief commentaar soms van, ja, dat geloof ik niet of dat, hoe moet dat precies. Dus je hebt vragen erbij en dat is natuurlijk goed, want dat veroorzaakt leren. Oké, dus even terug naar het punt. Wanneer je je verbeeldingskracht gebruikt, dan denk je. Dus je denkt met behulp van je verbeeldingskracht indenkende energie. Dus als die levensenergie die elke seconde bij je binnenkomt zou stoppen, ja, dan heb je geen brandstof meer om mee te denken. Dus Bob Proctor zegt, you are thinking substance and thinking substance always takes form of what it thinks about. Dus you become what you think about most of the time. Je wordt waaraan je denkt. Dus dat is ook, gedachten zijn dingen, het eerste filmpje. Waar je het meest aan denkt, dat word je. En waar je het meest aan denkt, wat je het meest verbeeldt met emotie, dat heeft de neiging ook tot een ding te worden. Nou, dat hebben we, dat als je dat zegt, hey, daar wil ik meer van weten, kijk dan naar de eerste video, gedachten zijn dingen, uit deze videoserie. Want daar ga ik heel erg in op dat principe, hoe levensenergie omgezet wordt in levensomstandigheden. En dat is de wet van transmutatie van energie. Dus levensenergie komt binnen, jij denkt een gedachte in die energie met je verbeeldingskracht. Nou, denk aan jouw brandende verlangen. Wat is jouw doel? Waarom kijk je deze video's? Waarom heb jij zin om je bed uit te gaan 's ochtends? Wat is jouw doel? Wat is de betekenis van je leven? Nou, dat zijn vrij diepe vragen. Echter is de bedoeling dat je voor jezelf gaat geloven in het doel dat je hebt. En dat is dus de eerste les die we kunnen halen uit geloof. Geloof is de grootste chemicus van de geest. Jij hebt een geest, jij denkt. En de gedachte die je denkt, de voorstelling die je hebt, dat je jezelf al in de situatie ziet dat je graag wil hebben, je verlangen dus, en dan tegelijkertijd tot het punt kan komen dat je daarin gelooft. Dat je geloof hebt in je verlangen. Dat je geloof hebt in je doel. Dat je geloof hebt in wat je denkt. Nou, dat is dan een klik die je maakt. Verlangen in combinatie met geloof. Geloof hebben of geloof investeren, geloof stoppen in je verlangen. Geloof hebben in je doel. Dat is absoluut essentieel en noodzakelijk. Vandaar dat Napoleon Hill ook er een apart hoofdstuk over heeft geschreven. En dat hoofdstuk zijn we nu nader aan bekijken. De eerste les is dus dat Napoleon Hill start met een belangrijke uitspraak. Geloof is de grootste chemicus van de geest. Dus wanneer jij een denkgeest heeft die gelooft in wat jij echt wilt, je brandende verlangen of je doel, dan ga je
een stemming creëren in je mind en in je lichaam die absoluut noodzakelijk is om je doel tastbaar en echt te maken. Oftewel om je doel te bereiken. Dus je kan zeggen, ja, ik weet wat ik wil, ik heb daar een brandend verlangen bij, maar ja, ik geloof het eigenlijk niet echt. Dat is dan jammer. En daar kun je dus aan werken. En dat, daarom is het belangrijk om deze video en andere video's die ik heb over Think and Grow Rich meerdere keren te bekijken, zodat je denken verandert. Absoluut noodzakelijk. Dus het is absoluut noodzakelijk dat je wel tot het punt komt van 100% geloof. En dat is een spier die je kan trainen. En ook een beslissing die je moet maken. En hoe je dat onder andere kan weten dat je die beslissing hebt gemaakt, dat je gelooft in je doel, is dat je onder andere, even mijn laptop aanzetten, dat je onder andere tijd hebt gemaakt, de meeste tijd die je hebt, dat je die in je brandende verlangen stopt. Met andere woorden, dat je de meeste tijd op een dag spandeert en investeert aan het bereiken van je doel. Dat betekent, wanneer jij dat doet, wanneer je merkt dat je dat doet, en dat kun je gewoon meten door ja, te kijken, wat doe je eigenlijk op een dag? Hoeveel tijd besteed je aan het bereiken van je doel? Dan kun je erachter komen, hoeveel geloof heb je in je doel? Dus dat is belangrijk. Een ander punt, hoe je kan meten hoeveel geloof je hebt in je doel, is wat heb je opgegeven, waardoor je dus meer tijd hebt gekregen om te investeren in je doel? Hoeveel daadwerkelijke actie en handelingen doe je op een dag om dat doel te verwezenlijken? Dat geeft aan dat er geloof is. Ga maar na, wanneer jij bijvoorbeeld, je hebt zoveel doelen in je leven al bereikt. Zelfs doelen die je niet wil, is een vorm van succes, hè? Alleen niet het gewenste succes. Maar als we kijken naar doelen die je al hebt bereikt, het huis waar je woont, de relatie die je hebt, het werk dat je hebt, is allemaal gekomen door beslissingen die je hebt gemaakt. En ook voorstellingen die je in gedachten hebt. En je had op een gegeven moment, ben je tot het punt gekomen dat je zoveel geloof erin had, dat je actie nam. Meestal is het zo, wanneer je actie neemt, dan heb je het geloof. En wanneer je actie neemt vanuit geloof, vanuit 100% geloof actie nemen, dan zie je dat je de succesformule eigenlijk bij de nek beet hebt. Om het zo te zeggen. Niet om het te killen, maar om de essentie, de hele juice, het hele skelet, het karakter, de diepste structuur van succes is geloof en actie tegelijkertijd. Right? Dus dat is ook de wet van harmonie. Jij denkt aan je doel in de situatie dat je het al hebt. Daar heb je de excitement van, de enthousiasme van. Dat is denken. En dan heb je de emotie erbij van, wow, dat voelt supergoed. Het is dan al af, hè, het plaatje. En je neemt dan actie in het hier en nu om het te verwezenlijken. Dat betekent dat je denken, gevoel en handeling of actie op één lijn hebt. Dan ben je congruent in je optreden, congruent in wie je bent. En wanneer je in die state of mind bent, dan ben je op het pad van jouw succes. Dan ben je op het pad om gezonder te worden. Ben je op het pad om rijker te worden. Op het gebied van geld, zelfvertrouwen, spirituele groei. Hoe jij dan ook rijkdom invult. En wat succes dan ook voor jou betekent. Right? Wanneer je de juiste gedachte hebt. Oftewel de gedachte van jouw doel. Wanneer het al af is. En daar de emotie bij hebt van het intense verlangen. En dan ook actie neemt. Dan zie je dat je denken, voelen en handeling op één lijn hebt. En dan zie je dat je ook tegelijkertijd positief karma veroorzaakt. De wet van karma is dus oorzaak en gevolg. Want wanneer jij denkt aan je doel, wanneer je het gevoel hebt dat je het al hebt, dat je het al ervaart, en een intens verlangen daarvoor voelt en een actie neemt, dan ben jij de oorzaak geworden. En dan is het gevolg daarvan dat je alleen maar gezonder wordt, rijker wordt of het succes krijgt dat je wilt. Zit natuurlijk nog steeds die tijd eraan vast, hè? Want hoe geconcentreerder en gefocuster en intenser die focus is op denken, doen en voelen in dit geval, hoe sneller het gemanifesteerd wordt. Echter, geloof is dus een essentiële sleutel in die volgorde van succesprincipes die jij mij hier ziet en hoort beschrijven. Geloof is een absoluut, is een must. Zonder geloof is er geen verwezenlijking.
Want de doelen die jij hebt bereikt tot nu toe in je leven, geloofde je ook in. In een negatief geval zie je dat wanneer mensen hun geloof gebruiken voor het negatieve, dat dat de neiging heeft om zich te manifesteren. En dat is natuurlijk een voorbeeld waarin mensen via zelfsuggestie en een omgekeerd negatief verlangen, ja, precies het tegenovergestelde, manifesteren wat ze niet willen. Deze video gaat over hoe je dat omdraait natuurlijk en hoe je meer leven creëert in jouw leven en daarmee natuurlijk ook in de levens van anderen. Want wanneer jij groeit tot je grootste, wanneer jij groeit tot je beste versie van jezelf en wanneer je op dat pad loopt, want dat is een beslissing, en je hebt dan een verlangen nodig waardoor je de toekomst ingestuurd wordt, dan maak je natuurlijk ook het beste van anderen. Right? Mits je natuurlijk niet ethische regels overtreedt. Vanuitgaande dat je dat niet doet, de beste versie worden is een nobel streven, omdat je daarmee ook, ja, de grootste dienst verleent aan jezelf en anderen, om anderen de toestemming te geven om te groeien en zo groot mogelijk te worden. Dus de eerste les is dat geloof de grootste chemicus van de geest is. Right? Dus even kijken hier naar hoe Napoleon Hill dat precies verwoordt, want het is een krachtige zin. Napoleon Hill is een absolute topschrijver, of was een absolute topschrijver, want hij is natuurlijk heen gegaan. Laten we zijn spirit uitnodigen hier in deze video. Napoleon Hill, als je kijkt, bedankt. En ik ben blij om je gedachten goed door te geven. En hoe Napoleon Hill het heeft beschreven is: geloof is de belangrijkste chemicus van de geest. Als geloof gemengd wordt met gedachten, dan pakt het onderbewuste het meteen op en stuurt haar door naar oneindige intelligentie. Dus wanneer jij een gedachte hebt en je vermengt het met geloof, die gedachte, merk op hoe hij dat zegt, vermengen met geloof. Dus dat is ook een contemplatie, een reflectie, een beslissing, een concentratieoefening. Het geloven van de gedachte, bang, op dat moment stuurt, dan pikt het onderbewuste het op. Het onderbewuste is dat deel van jouw geest dat gaat over je emoties. Je onderbewuste wordt ook wel je emotional mind genoemd. Het is het irrationele gedeelte van jezelf. En dat deel van jezelf is verbonden met het kwantumveld, is verbonden met God, het universum of de natuur of de, wat voor woorden je er ook aan geeft. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen woorden voor. Napoleon Hill noemt het oneindige intelligentie. Ja, het oneindige intelligentie is het veld dat de boom doet groeien tot de hoogste hoogte, is hetgene dat ervoor zorgt dat jouw ademhaling vanzelf gaat en doorgaat en dat jij groeit. Oneindige intelligentie is ook de intelligentie die ervoor heeft gezorgd dat spermacel en eicel in 280 dagen, geloof ik, in 9 maanden in ieder geval, tot een embryo, baby uitgroeit, de geboorte en daarna, ja, laat er vanuit gaan dat je 100 jaar oud wordt, 90, 100 jaar, zo oud je maar wilt worden. Ik geef je toestemming nu, ook doorgroeit. Dus je ziet, oneindige intelligentie is wat in alle atomen aanwezig is en wat ook de atomen en moleculen bij elkaar houdt. Het zorgt ervoor dat de camera waartegen ik spreek niet, ja, als een vloeibaar stuk naar beneden smelt. Het zou wel gebeuren als je bijvoorbeeld ayahuasca ritueel zou doen. Hè. Dat is een medicinale plant die in de Amazone in Brazilië groeit. Als je dat eet, dan verandert je waarneming voor een uurtje of 9. Dan zou je dat wel zien. Echter, ja, in een andere realiteit blijft de camera bij elkaar. Vandaar dat waarneming ook subjectief is. En met de principes van Napoleon Hill manipuleer je jouw waarneming, zodat je in harmonie komt met wat die oneindige intelligentie wilt. Wat wilt oneindige intelligentie? Die wil dat alles groeit. De wet van expansie, de wet van groei. Wanneer jij je denkgeest daarmee in harmonie brengt, dan zie je dat jij niet alleen groeit tot je maximale hoogte voortdurend, en dat is natuurlijk de essentie van het leven, dat geeft de meeste zingeving, maar dat je daarmee ook anderen laat groeien, omdat jij dan ook een gezonde, genezende wellicht uitwerking hebt op mensen. En dat is natuurlijk belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen missie, zijn eigen purpose, zijn eigen doel. En met vrije wil kun je dat kiezen. En dat is ook je verlangen. Dus wanneer je dat mengt met geloof, dan zie je, bang, dat het naar oneindige intelligentie gestuurd wordt.
Dus je kunt dus communiceren met oneindige intelligentie. Je kunt communiceren met het creatieveld, om dat nog even een andere term eraan toe te voegen, wat jij wilt creëren. Zo heb je natuurlijk alles al gecreëerd en gemanifesteerd. Wanneer je dus een gedachte hebt en het is vermengd met geloof, dan wordt het doorgestuurd naar ja, een soort envelop waar je je wens in doet. En dat wordt dan, oké, deze persoon, jij die kijkt, is serieus in wat hij wilt. Dus wanneer je je gedachtes van je verlangen vermengt met geloof, ja, dan heb je een sleutel gebruikt die iets doet ontsluiten, waardoor je in een andere wereld komt. Je lichaam, je zenuwstelsel begint te geloven in je doel. Je wordt krachtiger, je krijgt meer zelfvertrouwen, je krijgt een heldere blik op datgene wat je wilt en je neemt meer en meer actie. Je zal zien dat daardoor, en dat heb je ook al meegemaakt met alles wat je bereikt tot nu toe, dat je resultaat steeds dichter en dichterbij komt. Je ziet de groei letterlijk in je eigen leven ontstaan, maar dan op een manier hoe je wel wilt. Nou, en je hebt heel veel mensen die hebben dat niet. Die hebben geen geloof meer in het leven, in een extreem geval. Of geen geloof meer in dat ze hun doel kunnen bereiken. Die hebben niet eens een doel. Dat is een extreme kant. En jij die video kijkt, zit aan de kant veel meer van dat je wel gelooft dat je invloed op je leven hebt. En dat je via de succesprincipes die ik in deze video's behandel, dat je je doel bereikt. Right? Dus nog een principe voordat we naar les 2 gaan. Dat is helemaal een mindblowing les. Zie je dat iedereen evenveel geloof heeft. Right? Dus als je zou zeggen, je hebt 100% geloof. De vraag is, wat doe je met je geloof? Stop jij geloof in een negatieve gedachte? Dan heb je geloof in dat het niet gaat lukken. Bijvoorbeeld iemand met faalangst, die heeft zijn geloof gestopt in dat het niet gaat lukken. En dat is natuurlijk, dan zit je aan de verkeerde kant van de rivier. Want dan heb je dus zeg maar een mislukking in je envelop gestuurd naar het creatieveld. Vanuit universele wetten vraag je dan om een mislukking. Als je alleen maar gefocust bent op de mislukking en je hebt al je geloof erin gestopt, ja, dan zul je succes hebben in het feit dat je een mislukking tegen zal komen. En je hebt heel veel mensen die zeggen, zie je, keer op keer lukt het me om te mislukken. Nou, dat is al een succes, toch? Want ja, niet iedereen weet hoe je dat doet. Nou, dat is natuurlijk waarin je het principe van geloof in actie ziet. Wat doe jij met je geloof? Jij die deze video kijkt. Word je bewust nu dat je 100% geloof hebt. Elke seconde wanneer de levensenergie bij je binnenkomt. Elke seconde kun jij kiezen wat je doet met je geloof. Waar stop je je geloof in? Wanneer je dan een brandend verlangen hebt voor iets wat je wilt. Hè, je doel en je geloof, die 100%, daarin stopt elke keer, daarin investeert. Dat is de spier die ik wil, die traint in je denkgeest. Dat is dus letterlijk een mentale oefening. En je kunt stap voor stap dat meer en meer opbouwen. Dat je dus actie neemt voor het doel dat je hebt. Want dan zie je dat door middel van de actie je het geloof voedt. En dat voedt elkaar weer. En dan krijg je een positieve feedback loop. Oké, we gaan naar les 2. Laat me weten onderaan deze video wat je favoriete les is uit deze video over geloof. De tweede les is, geloof is een mentale toestand die met zelfsuggestie kan worden opgewekt. Dus let op, geloof heb je 100% en met zelfsuggestie, dat betekent dus dat jij zelf een gedachte kiest die je wilt denken en die aan jezelf vertelt met emotie, dan wordt het geaccepteerd door je onderbewuste. En dat kan dus gebruikt worden, het principe van zelfsuggestie, voor het opbouwen van jouw geloof. Waardoor je dus je geloof letterlijk kunt sturen en in eigen handen hebt. Bam, dat is power. Jij hebt die kracht nu al in je eigen mind. Door je bewust te zijn wat jij tegen jezelf zegt. Dus je moet ook, een basisaffirmatie hebben die je elke dag aan jezelf vertelt. Ja, ik sta bijvoorbeeld elke dag onder de douche minimaal 1 keer. En dan herhaal ik mijn suggestie van hetgeen dat ik wil verwezenlijken in mijn leven. Dus ik heb een basissuggestie. Meestal herhaal ik die minimaal 1 jaar. En
dan zie je de effecten daarvan. En dat is sowieso het eerste wat het oplevert. Dit is een voorbeeld van zelfsuggestie, is dus een affirmatie die je aan jezelf vertelt. Dat roept geloof op. Dus je ziet dat je dus een affirmatie zelf kan kiezen. Nou, zelfsuggestie is dus een oorzaak dat geloof tot effect kan hebben. Dus als je zegt, ja, ik wil meer geloof hebben. Ja, ik geloof je best, Martijn, dat iedereen 100% geloof heeft. Iedereen heeft evenveel geloof. Maar hoe kan ik dan het geloof uit plaats A halen en dan het in plaats B stoppen? Plaats B is dan jouw doel, je droom. Nou, eerst en vooral moet je dan een heel duidelijk beeld hebben van wat je wilt bereiken. Je verlangen, je brandende verlangen. Het moet een duidelijk mentaal beeld zijn in grote kleuren. Het liefst met je verbeeldingskracht. En dat is waar je de hele dag naar kijkt en mee bezig bent. Nou, dat kan zijn op het gebied van je relatie, je onderneming, et cetera, et cetera. Dan kun je kiezen, dan kun je dus naar dat beeld kijken. En met zelfsuggestie kun je dan jezelf, die in dat beeld dat doel al heeft bereikt, het in woorden aan jezelf vertellen, terwijl je het beeld ziet en de emotie hebt. Woep, 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 woep. Right. Dan ben je steeds feedback aan het geven. Dan ben je steeds je eigen verlangen aan het voeden. En dat voedt je geloof. Dus met een affirmatie kun je dus je geloof verstevigen en vergroten. Dus Napoleon Hill zegt, als ik hier op mijn laptop kijk, geloof is een mentale toestand. Een mentale toestand, dat is geloof. Een state of mind die met zelfsuggestie opgewekt of gecreëerd kan worden door bevestiging of herhaling van instructies aan je onderbewustzijn. Nou, de volgende video gaat specifiek over zelfsuggestie. En mijn achtergrond is NLP-trainer en hypnose-trainer. En dan heb je ook nog wat extra achtergrondinformatie in die video vanuit hypnotherapie, hypnose en NLP. In die video. Echter in deze video een startpunt dus al. Ja, zelfsuggestie kun jij gebruiken om je geloof mee te versterken. Geloof is absoluut essentieel. Heb je geen geloof, ja, dan is er geen serieusheid. In de zin van, ja, wat wil je het wel echt? Blijf je kijken naar dingen die in het verleden verkeerd zijn gegaan. Zit daar je geloof nog in? Haal het daar weg, neem je kracht terug. Nou, daar zijn oefeningen voor die in mijn training plaatsvinden om dat te doen. Zodat je je eigen geloof in het hier en het nu, bam, tot jouw beslissing hebt. Een vrije, zuivere denkgeest waarin alleen de overheersende gedachte je brandende verlangen is. Right? Dat is een kapitein, zie jezelf als kapitein op een schip. En je hebt een bestemming in gedachten. Je moet een bestemming in gedachten hebben waar je naartoe gaat. En natuurlijk geloof hebben. Stel je voor, je bent de kapitein en je zegt, ja, ik heb een bestemming, maar ik geloof er niks van. Ja, dan zie je dat die boot naar links en rechts gaat, naar achter, naar boven of blijft hangen. Dan maakt het niet zoveel uit. Dat is dus de verkeerde route. Je moet geloof leren ontwikkelen. Dus leer zelfsuggestie toepassen. Ontdek wat jij doet met je geloof in elke seconde. Waar concentreer je je op en wat geloof je over je brandende verlangen? En kun je dat stap voor stap verhogen? Het antwoord is ja, onder andere met zelfsuggestie. Dus als u de instructies opvolgt, kunt u het onderbewustzijn overtuigen dat u gelooft dat u zult krijgen wat u wilt. Er ontstaan dan vanzelf vastomlijnde plannen om te krijgen wat u wilt. Dus in het boek Denk Groot en Word Rijk staan een aantal instructies voor zelfsuggestie. Als je die volgt, kun jij jouw onderbewustzijn, de powerhouse, tot het punt laten komen dat het gelooft dat jij kan bereiken wat je wilt. En dan zie je dus op dat moment, bang, dat het de grootste chemicus, dan heb je de sleutel omgedraaid die dan eigenlijk het geheim onthult van jou dan, hoe het is gekomen dat jij je droom hebt waargemaakt. Omdat je geloofde. En dat je bezig was om dat geloof iedere dag, jaar in jaar uit, te blijven beslissen. Te geloven in dat jij je droom hebt al. En dat je hem aan het waarmaken bent. En dat je steeds nieuwere dromen maakt. Dat je steeds doorgroeit. Dat er steeds meer expansie is. En dat dat de route is. Ik wens je dat toe. En ik hoop dat je dat hebt. En anders dat ik via deze video's jou inspireer om dat
doen. En om op dat pad te gaan lopen, op jouw pad. Het is namelijk jouw levenspad. Wanneer je echt doet wat je het allerliefste wilt, ja, dan kun je alleen maar super blij, super enthousiast zijn. En dat is natuurlijk de bedoeling. Als je de instructies voor zelfsuggesties opvolgt, dan kun jij je onderbewustzijn overtuigen dat het gaat lukken wat jij wilt. Wanneer je vol geloof bent, dan heb je de hoofdschakelaar aangezet en dan ben je unstoppable. Het volgende punt is dan natuurlijk wel hoe je omgaat met tegenslagen. En daarvoor gaat de video Gedachten zijn dingen. Die mindset moet je natuurlijk erbij hebben, zodat je, en dat gebeurt natuurlijk vaak op het pad van jouw verwezenlijking van je doel, succes. Als je gezonder wilt worden, een sixpack wil hebben, of een mooie auto wil hebben, of je onderneming wil laten groeien, wat je droom dan ook is. Dat er een tegenslag is, of dat je pech hebt, of dat je het niet ziet komen in de realiteit. En dat tart je geloof aan. Dat vreet aan je geloof. En dat kan veroorzaken dat je gaat twijfelen. En wanneer je dat doet, wanneer zelf twijfel is getriggerd, en dat wordt vaak getriggerd door een persoon, een opmerking, een wenkbrauw die omhoog gaat, dan ga je de verkeerde kant op. Dan begin je de grond te verliezen. Wat hetgene dat jouw geloof aantast, dat moet je uitschakelen, uitbannen, uit je leven plaatsen. Je kunt natuurlijk ook je betekenis die je geeft aan datgene wat je gelooft aantart veranderen. Right? Je hoeft... Dat is een intieme vraag die je aan jezelf moet stellen. Wat tart mijn geloof aan? Komt dat van binnenuit? Of komt dat van buitenuit? En hoe kun je dat beter managen? Laat me weten als je daar vragen over hebt. Door onderaan deze video je vraag te stellen of je reactie te geven op deze video. Dus de vierde les, of laat ik zeggen de derde les is dus, als je instructies geeft aan je eigen onderbewustzijn voor zelfsuggestie, dan heb je dus het geloof. Het geloof bouwt zich dan op. De vierde les is, emoties geven gedachten vitaliteit, levendigheid en daadkracht. Dus geloof is ook een vorm van een emotie. Wanneer je gelooft, dan heb je er zin in. Dan ga je ervoor, dan neem je actie, dan ben je unstoppable. En dan zie je ook, bam, dat je krachtig bent, zelfvertrouwen hebt en ervoor gaat. Dan ga je hard, dan zie je dat ook de verwezenlijking van je doel heel snel veroorzaakt wordt. Dus geloof is een belangrijke emotie. En wel een van de allerbelangrijkste emoties. Die je ook kunt hijacken uit gedachten waar je al geloof bij hebt. Right? Dat is een oefening die we in de training doen. Om geloof ook te veroorzaken. Dus geloof wordt veroorzaakt door bewust te worden waar je geloof in hebt gestopt. Wat je niet wil doen om het terug te nemen en dan wel te stoppen in je verlangen. Als je dat kan volgen. Tweede is je zelfsuggestie. In lijn hebben met je doel, je verlangen, om dat te herhalen. En de derde stap is natuurlijk om in de stemming van geloof meer en meer te komen. Bijvoorbeeld met een anker of bijvoorbeeld met een script. Een script is iets wat je opleest. Hij ligt daar nu in de studeerkamer. Maar het script is dus waarin je je verlangen in de situatie dat het al af is. Je hebt al wat je wilt, je bent al wie je wilt, je voelt al wat je wilt, je hebt je gezondheid al, et cetera, et cetera. Dat is een script vertaald, dat kun je oplezen. Dat veroorzaakt ook geloof. En dat is een mentale toestand. En die communiceert dus ook met het veld een oneindige intelligentie. En dat is dus een emotie. Wanneer je in die stemming bent, zoveel mogelijk elke dag, dan zie je dat je het succes bereikt dat je wilt. Dat je die persoon kan beïnvloeden op een positieve manier die je wilt. Ja, dan kun je een hele lange lijst met voorbeelden. Elk doel bereik je wanneer je er geloof in hebt. Dat heeft Napoleon Hill dus ontdekt. Vandaar dat hij er ook een heel hoofdstuk aan heeft besteed. Een absolute sleutel is geloof. Dus emoties, waar onder andere dus geloof een voorbeeld van is, geven gedachten vitaliteit. Dus hoe meer emotie jij hebt bij een gedachte, hoe meer je ook teleurgesteld kan zijn, ontmoedigd kan zijn, boos, angstig. Hè? Dat zijn zeg maar de donkere krachten, de duistere krachten, oftewel de negatieve emoties, oftewel de verkeerde kant van de rivier. Allemaal metaforen, allemaal beschrijvingen van de verkeerde kant, die heel menselijk zijn, volstrekt begrijpelijk zijn, maar niet veroorzaken dat je het doel bereikt.
die geven dus ook vitaliteit. Die breken dus realiteiten af. Waar je aan twijfelt, breekt af. En waarin je gelooft, dat bouwt op en groeit. Dus emoties geven gedachten, vitaliteit, levendigheid en daadkracht. Dus de belangrijkste emoties zijn dus geloof, maar ook seksualiteit en liefde. Er zijn er nog meer, maar ik wil nu deze drie eventjes kort toelichten. Seksualiteit is een van de allergrootste krachten die jij voelt en hebt, hopelijk. Het is ook het reptiele brein. Een beestachtige opwinding kun je voelen. En dat betekent dat je hele lichaam in vuur en vlam staat, tot het punt dat je hele lichaam erop reageert. Copulatie, oftewel vrijen, het doen, vindt plaats. En baby's worden geboren. Of puur voor plezier zie je dat er een orgasme kan plaatsvinden. Wat ook een mentale toestand natuurlijk is. Hè? Endorfine, geweldige explosie. Een supergoed gevoel. Een van de beste gevoelens. Carl Jung noemde het ego-dood. Daarom zijn zoveel mensen geobsedeerd door seksualiteit. Omdat het een voorbeeld, een kort moment is van totale eeuwigheid voelen. Een totale opening van alle kanalen. De chakras zijn aligned. Boeken zijn erover geschreven, levens zijn erdoor verwoest, maar ook zijn er heel veel dromen en doelen bereikt door middel van het transmuteren, oftewel die kracht in je eigen macht hebben en die focussen op je doel. Dus bijvoorbeeld wat je kan doen, heel veel mannen hebben bijvoorbeeld de gewoonte, ik heb zelf namelijk ook heel veel jaren die gewoonte gehad, dat je bijvoorbeeld een mooie vrouw ziet en dat er dan een fantasie in je gedachten komt. Of een gedachte. En dan kan opwinding daar zijn. Even los of je een relatie hebt of getrouwd bent. Want dat kan natuurlijk dan ook plaatsvinden. Echter, wanneer je die opwinding voelt, dan kun je die macht en kracht en energie beslissen om als het ware in je doel, in je grote verlangen, daar naartoe te kanaliseren. Nou, dat is een kort voorbeeld van transmutatie van seksuele energie. En daarmee zie je dus dat je een gedachte vitaliteit geeft van hier tot Tokio. Right? Dat geldt natuurlijk ook voor als jij vrouw bent. Dan exact hetzelfde kun je doen. Hè? Heel veel vrouwen, maar goed, ik ben geen vrouw, dus ik weet niet hoe dat in de ziel of in de gedachte van een vrouw gaat. Als je daar wat over wil zeggen, laat me weten onderaan de video. Maar als jij vrouw bent en je ziet een leuke man lopen of misschien wel een mooie vrouw en je voelt seksuele opwinding, dat je die kracht dan, die dan getriggerd is, dat je die dan besteedt en investeert aan de verwezenlijking van je doel. Dan zie je dat je constant en voortdurend, en ik ben er nu anderhalf jaar mee aan het experimenteren en ik heb geweldige resultaten ermee, je doel magnetiseert, right? Dus dat betekent dat je dan de liefde bedrijft met je vaste omlijnde doel. Dat je verliefd bent op je doel, dat je dus geobsedeerd bent door je doel, maar dat je ook de liefde bedrijft. Dat is de wet van vibratie. Op mijn manier beschreven dan. Dus dan zie je dat je je eigen doel magnetiseert. Voel je wat ik bedoel? Omdat je die seksuele energie dan kanaliseert. Nou, het voordeel daarvan is dat je dus een van je grootste instinctieve krachten hebt in eigen handen hebt, maar ook hebt gebruikt om in je doel te stoppen. Dan geef je dus enorme kracht aan dat doel. En aan de acties die je dan blijft ondernemen om het doel te laten verwezenlijken. Dus het is een geweldige super laser focus op je doel. Maar dan moet je natuurlijk wel het plaatje in je gedachten hebben ten alle tijden. Zoals de kapitein de bestemming voor ogen heeft alle tijden. En daar heb ik een krachtige oefening voor die je moet doen. Om dan een duidelijk mentaal beeld in gedachten te hebben van wat je wilt. Ja, en dan ben je natuurlijk onoverwinnelijk. Met name wanneer je alle andere principes er ook bij hebt. Dus seksualiteit is een hele grote energie, zoals je weet. En die kun je dan constructief gebruiken. In plaats van ja, het eigenlijk te verspillen. En je ziet met name, en dat is ook onderzocht door Napoleon Hill, dat mensen voor hun 40ste jaar eigenlijk door die kracht een beetje zijn overgenomen, als het ware. Ja, dus heel veel jongeren zijn bezig met, ja, wat vindt het andere geslacht van mij? Hoe kan ik het andere geslacht aantrekken? Hoe kan ik aantrekkelijk zijn voor vrouwen? Of als je vrouw bent, hoe kan ik aantrekkelijk zijn voor mannen? Dat is een hele diepe, onbewuste drive. Die natuurlijk ook, waar ook de voortplanting aan verbonden is. Naast puur plezier heb je natuurlijk de voortplanting die daar zit. En ja, je onderbewustzijn
heeft een van de grootste taken om ervoor te zorgen dat jij je voortplant. Dus ja, midden op de dag, pam, seksuele energie. Je loopt buiten, pam, je ziet iemand seksuele energie. Pst, wanneer je dat pakt in je doelstop, pst, wanneer je pakt dat in je doelstop, dan zie je dus dat jij een hele krachtige manier hebt om je gedachten kracht te geven en vitaliteit te geven. Les 5 is: het geloof in een verwachting wordt vertaald in zijn fysieke equivalent. Dus het geloof in een verwachting wordt vertaald in zijn fysieke equivalent. Dat betekent dus dat Napoleon Hill, let goed op, die beschrijft dus hoe mensen een doel hebben bereikt. Omdat wanneer je geloof hebt, ben je ook voortdurend in positieve verwachting. Dan kijk je heel anders naar mensen om je heen. Je trekt andere mensen aan, je stelt andere vragen, je benadert mensen anders. Je bent een ander persoon, je bent je krachtigste zelf. Je bent de beste versie van jezelf wanneer je gelooft. En omdat namelijk wanneer je geloof hebt, je ook een positieve verwachting hebt. Nou, heel veel mensen hebben negatieve associaties bij verwachting. En er zijn zelfs hele levensfilosofieën dat verwachting de dader is van een, hoe kan ik dat goed zeggen, dat verwachting eigenlijk iets slechts is, iets niet spiritueels is, iets van het ego is. De oorzaak is van teleurstelling is, dat je, wanneer je echt, dat is het, dat de persoon die echt gelukkig is, die heeft geen verwachtingen meer. En daarom is die persoon zo gelukkig. Nou, dat moet je natuurlijk wel goed in een context plaatsen. Want in heel veel situaties, in de meeste situaties, is dat niet zo. Is het klinkklare onzin. Dus deze video is niet voor mensen die zeggen, ja, ik wil helemaal geen doelen hebben. Ik wil geen verlangens meer hebben. Hè? Dus kijk bijvoorbeeld naar boeddhisme. Die heeft dan het verlangen om geen verlangen te hebben. Dus ik zei dan tegen een leraar, filosofieleraar, oké, dus een boeddhist heeft wel een verlangen, maar het is het verlangen om geen verlangen te hebben. Maar goed, het wordt te ingewikkeld. En dat hoef je ook niet helemaal te volgen en te beredeneren. Wanneer jij een groot doel voor jezelf hebt, of een belangrijk doel, dat belangrijk genoeg is voor jou, en dat heb je, anders zou je niet in dit punt van de video zijn, dan wil je dus vanuit geloof in het punt van constante verwachting zijn. Je moet dus, en dat is meer een gevolg van je geloof, constante positieve verwachting hebben. Verwachting zorgt er dus voor dat jij kan waarnemen die elementen die nodig zijn om je doel te bereiken. Met andere woorden, om het beter te begrijpen, stel je voor, je hebt je vastomlijnde doel, je verlangen, je bent tot het punt gekomen van geloof, je bent dan tot het punt gekomen van voortdurend geloof, wat een constante frequentieuitzending is naar oneindige intelligentie, waardoor je ook de wet van vibratie hebt geactiveerd. Je bent namelijk in de stemming, in de emotie van geloof. Dan zie je dus dat je dus automatisch verwacht. Verwachting betekent dat je geloof hebt. Je kunt niet iets verwachten zonder geloof. Als je niet gelooft, dan verwacht je het ook niet. Als je wel iets, als je zeker weet dat het gaat komen, dan heb je geloof. Er komt zo direct hier iemand aan. Er komt zo direct, wordt er gebeld. Je verwacht dat. Je gelooft dat. Je mind is erop gefocust. Dus geloof veroorzaakt verwachting. En Napoleon Hill heeft hier dus op een rij, het geloof in een verwachting wordt vertaald in zijn fysieke equivalent. Met andere woorden, fysieke equivalent. Wat bedoelt hij daarmee? Dat je doel bereikt wordt. Dat het gaat lukken. Dat je het succes krijgt. Dat je die groeistap kan maken. Dat je bereikt wat je hart verlangt. Dat wordt veroorzaakt door als jij dus wat je hart verlangt. Dat je dus een beeld hebt van wat dat is. Dat je geloof hebt erin. En dat je dus verwacht dat het gaat gebeuren. Dat is een wet van de geest. Jij hebt een geest die zit op je nek. Wanneer je niet verwacht, kan het niet uitkomen. Wanneer je niet gelooft, kan het niet gebeuren. Er moet geloof en verwachting zijn. En geloof is dus de oorzaak van verwachting. En dat is dus waardoor het vertaald wordt in realiteit. Waardoor je doel echt wordt. Napoleon Hill zegt, ik wil hier opnieuw benadrukken dat u succes kunt boeken als u aan uw onderbewustzijn
het verlangen naar de verwezenlijking van je doel doorgeeft. Oftewel, hij wil benadrukken dat jij het doel dat jij voor jezelf hebt gekozen om te gaan waarmaken, dat kun je bereiken als je aan onderbewustzijn het verlangen naar het doel doorgeeft. Hoe graag je het wilt. Hoe doe je dat? Via emotie. Via emotie, via visualisatie. Maar visualisatie, waarom moeten we visualiseren? Nou ja, zodat we de emotie hebben. Het plaatje en de emotie, dat is de knop die je indrukt, waardoor je en het oneindige intelligentie het signaal krijgt. En de emotie die je voelt is dan ook de vibratie waar je in bent. Dan ben je dus een constante toon, als we het metaforisch beschrijven, aan het uitsturen. En alles wat in harmonie is met die toon, trekt naar elkaar toe. In de plaats waar je nu bent, in de ruimte waar je nu bent, heb je alle radiostations. Nou, gelukkig kun je ze niet allemaal tegelijkertijd horen. Daar heb je dus een frequentie, hè, een radioknop voor nodig, of een digitale 97.6, 97.8, enzovoort, FM, frequency modulation, right? Dus dat betekent dat je kunt, er is nu klassieke muziek in je kamer, er is nu rockmuziek in je kamer, er is popmuziek in de kamer, er is een hele hoop radiostations die worden uitgezonden in het gebied waar je nu bent. Door middel van waar jij je aandacht op richt, of in deze metafoor, waarmee jij in verbinding komt, de frequentie waarmee je in verbinding komt, stel je voor 97.6, dan heb je classic rock. Of ben je meer van klassieke muziek. Dat kun je ontvangen door de juiste frequentie uit te sturen, right? Dus je zegt, hey, wat is het radio? Wat is de frequentie van het radiostation? Je gaat naar het radiostation en dan heb je dat. Dus je gedachte is de tuning. Oftewel, waarmee je in resonantie komt. Datgene wat je gaat ontvangen. Datgene wat jij ontvangt in je leven, maar ook als gedachte, is een reactie op de gedachte die jij hebt. Dus je mind, sommigen noemen het een voortdurende conversatie, een voortdurende, de monkey mind noemen ze dat. Maar goed, monkey mind wil je natuurlijk overstijgen. Dat kun je sneller bereiken dan je denkt. Maar zelfs de monkey mind, hè, de constante bla 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 wat er gaande is, is ook een veroorzaking dat je dus meer bla 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 krijgt. Met andere woorden, zie je hoe essentieel het is om je brandende verlangen altijd voor ogen te hebben. Dat is dan het radiostation waarmee jij in resonantie bent. Daarom verandert je waarneming, daardoor veranderen je emoties en daardoor je leven. En daardoor ga je het ook verwachten. Dus als je niet een doel hebt, ja, dan ben je een kapitein op een schip, ja, zonder bestemming. Wat moet je dan doen met die boot? Je hebt toch een boot? Je hebt een lichaam en een geest, je hebt een hart, je wil dingen. En dat betekent dat je dus met je eigen wil, je vastomlijnde doel, je brandende verlangen, dat wil je hebben als zendstation, als tuning. Ik wil u hier opnieuw benadrukken dat je je vastomlijnde doel kan bereiken wanneer je een verlangen voor dat doel aan je eigen onderbewustzijn doorgeeft. Zegt Napoleon Hill. Live transmission van Napoleon Hill. Als ik Napoleon Hill zou zijn, dan zou ik zeggen, jij kan je doel bereiken wanneer je het verlangen naar dat doel aan je eigen onderbewustzijn voortdurend doorgeeft. Right? Vandaar dat de stappen van zelfsuggestie in het hoofdstuk verlangen een van de beste manieren is om dat te doen. Maar er zijn meerdere manieren hoe je dat kan doen, zoals je in deze video ook hebt gezien, zoals het persoonlijke script, een affirmatie en ook bewustzijn waarin je geloof stopt en zelfs seksuele transmutatie. Dus ik wil u hier opnieuw benadrukken dat u succes kunt boeken wanneer je het verlangen naar jouw succes, jij die de video kijkt, aan jezelf doorgeeft en dat gevoel moet hebben. U moet dat doen in de verwachting of het geloof dat het ook echt zal plaatsvinden. Dus het verlangen doorgeven in een geest van geloof, dat kun je zien als een soort foto van je vastomlijnde doel in een bad van verlangen weken. Ja? En dan zie je dat je een gedachte vitaliteit hebt gegeven. Dat kun je doen in je mind. En hier zet Napoleon Hill dus geloof en verwachting op één lijn.
Ik wil jou opnieuw benadrukken dat jij je doel kan bereiken wanneer je het verlangen naar het doel aan je eigen onderbewustzijn doorgeeft in een staat van geloof of verwachting dat het ook echt gaat gebeuren. Dus wanneer jij de verwachting hebt dat het echt gaat gebeuren, dat gevoel, dat is dan, wanneer je daarmee in resonantie bent, dan ga je het ontvangen. Het is niet zo dat je denkt, oké, Ferrari, ik verwacht dat die gaat komen. En je gaat buiten kijken. Om eerlijk te zijn dacht ik dat wel jaren geleden. Nu kan ik daarom lachen, gelukkig. Alhoewel ik wel op de goede weg was. En het enige wat toegevoegd moet worden, is dat je het consistent wil doen, dag in, dag uit. Nu wil ik geen Ferrari hebben, ik wil een veel mooiere auto hebben. Maar om je een idee te geven, als jij denkt aan je verlangen, dat jij dus in de verwachting wilt zijn dat je je verlangen gaat krijgen. In de mate dat je dat dag in dag uit doet, door je handelingen, gedachten, actie, affirmaties, dan gaat het lukken. Dat is het geheim van succes. Dat is wat Napoleon Hill doet. Dus we gaan richting het einde van deze video. Les 6 is uit het hoofdstuk geloof dat nu kunt u de vaardigheid ontwikkelen om geloof te mengen met elke opdracht die u aan uw onderbewustzijn geeft. Dus Napoleon Hill ziet dat dus als een vaardigheid voor jou om geloof te mengen met jouw gedachtes. Dus welke gedachtes wil je echt maken? Maak een plaatje in je gedachten van wat je echt wilt en meng geloof aan die gedachten. En dat is een vaardigheid, een mentale vaardigheid, waar je steeds beter in begint te worden. En dat kun je dus oefenen, bijvoorbeeld door een script op te lezen of een affirmatie aan jezelf te vertellen, waardoor je onderbewustzijn dat in een state of mind van geloof accepteert. Dan heb je het ter harte genomen. Wanneer je het ter harte hebt genomen, betekent dat je het gaat verwachten. Je gelooft het. Nou, je hebt als kind heel veel dingen ter harte genomen, omdat je van je nulde tot je zevende ongeveer alleen maar kon accepteren en niets kon afwijzen. En alles wat je vader en moeder en sleutelfiguren en je opvoeding in jou wijs maakte, ook media, radio en tv, alleen maar als waarheid zag. Nou, ook de mensen die je om je heen zag reageren. Bijvoorbeeld, ik help mensen onder andere ook van fobie af. En dan hoor je vaak, toen ik mijn vader in het vliegtuig bang zag zijn en die schrikreactie zag hebben, vanaf toen had ik ook een fobie van vliegen. Ja, of bijvoorbeeld, ja, ik zag mijn moeder een keer zo schrikken van een spin. Daar werd ik zo bang van. En sindsdien heb ik het ook. Bam, dan is die... Dat is zo'n snelle transmutatie van emotie. En kinderen kunnen dan, en volwassenen hebben het ook, want je kan bang worden van iemand die heel bang is. Dat betekent dat je emotioneel betrokken bent geraakt bij iets wat je ziet. Vandaar dat je ook je geest constant moet voeden met dingen die in lijn zijn met je vastomlijnde doel. En alles moet uitschakelen wat niet in lijn is met je vastomlijnde doel. Zo snel beïnvloed kunnen worden door wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. Via de zintuigen komt de informatie van buitenaf naar binnen toe. En wat je accepteert en ter harte neemt, ja, dat gaat een leven op zichzelf krijgen. Nou, heel veel dingen in je opvoeding en in je kindertijd heb je geaccepteerd, waarvan je nu de vruchten afwerpt. Voor positief en negatief. Wanneer je negatieve vruchten hebt geplukt, wanneer je negatieve vruchten aan het plukken bent in je leven door dingen in je opvoeding, dan moet je succesvolle reprogrammering doen met je eigen denkgeest. Je eigen denkgeest succesvol reprogrammeren. En dat begint natuurlijk met weten wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. En dan ook nog wat andere stappen. Als je daarin geïnteresseerd bent, laat een reactie onderaan hoe je de andere stappen van succesvolle reprogrammering kan krijgen. In deze video gaan we blijven bij het hoofdstuk geloof. En Napoleon Hill zegt, jij kan nu de vaardigheid zelf gebruiken om een gedachte met geloof te mengen. Dat is dus een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Herhaaldelijke zelfsuggestie en geloven in het geloof dat het uitkomt. Met andere woorden, het is een natuurwet dus. Wanneer je die natuurwet gelooft, dan is het ook makkelijker om te geloven in je gedachten. If that makes sense. Het is van wezenlijk belang dat u positieve emoties als overheersende kracht in je eigen denkgeest hebt. Negatieve emoties ontmoedigt en uitschakelt.
Dus je moet positieve emoties hebben in je denkgeest en de negatieve gedachten ontmoedigen en uitschakelen. Een geest die overheerst wordt door positieve emoties is een gunstige verblijfplaats voor geloof, zegt Napoleon Hill. Denk na, let op. Een geest die overheerst wordt door positieve emoties, als je dat hebt, dat is een gunstige verblijfplaats voor geloof. Negatieve emoties, daar is geloof niet aanwezig. Nou ja, wel op een andere manier, maar niet op de manier in het geloof dat je succes hebt, gezonder wordt, vast omlijnde doel gaat bereiken, de top van de berg gaat bereiken. Dan moet je dus positieve emoties hebben en daarin zie je dat geloof groeit. Dus als positieve emoties kun je zien als een tuin waarin geloof groeit. Dat is de tuin die je moet ontwikkelen. En dat is makkelijk voor jou om te doen met je eigen wil. En door je eigen mind te disciplineren. Door onder andere de principes te volgen die we aan het ontdekken zijn in deze video's. Of die jij aan het ontdekken bent in deze video's. Negatieve emoties tasten geloof aan. Right? Dus hier zie je dus dat negatieve emoties geloof aantasten. En positieve emoties geloof sterker maken. Dus, Napoleon Hill zegt hier, elk mens is wat hij is door de gedachte in overeenstemming met de gedachte die hij in zijn eigen geest laat overheersen. Oftewel, de gedachten die jij in jouw geest laat overheersen, bewust of onbewust, direct of indirect, dat maakt niet uit. Er is gewoon een gedachte die het meest aanwezig is in je hoofd, die je dan ook tolereert. Vanuit het perspectief van verantwoordelijkheid bekeken, tolereer je hem dan. En vanuitgaande dat je brandende verlangen is, en dat is natuurlijk de bedoeling, dat je brandende verlangen de overheersende gedachte wordt in je eigen denkgeest, dan zie je dat Napoleon Hill zegt, dat ben je dan. Dat ben je aan het worden. As a man thinketh in his heart, so is he, is de uitspraak die dan paam, kei, scherp, naastgelegd kan worden. As a man thinketh in his heart, so is he. Oftewel, datgene wat jij echt gelooft, dat is wie je bent. En datgene wat je echt gelooft, ja, hoe kun je daar bewust van worden? Dat zie je aan de resultaten die je in je leven hebt. En de zevende les is, gedachten die met één of meerdere emoties worden vermengd, vormen een magnetische kracht die andere gedachten van gelijke aard aantrekt. Dus les 7 uit het hoofdstuk geloof is, gedachten die met één of meerdere emoties worden vermengd, vormen een magnetische kracht. Dus denk aan een gedachte, geloof, seksualiteit of liefde vermengd. Je kunt ze ook alle drie vermengen. Dan worden natuurlijk helemaal magnetisch. Trekken andere soortgelijke gedachten aan. Oftewel, ja, als jij volledig gelooft in brandende verlangen, ja, dan is er bijna geen ruimte voor negatieve gedachten of twijfel of mislukking. Omdat je simpelweg gefocust bent op gedachten die je wel wilt, in dit geval je brandende verlangen. Een brandend verlangen in je gedachten hebben is een oplossing voor een enorme hoop problemen. Je hebt geen idee, wil ik zeggen, gezien ik pathologieën al 25 jaar bestudeer vanuit mijn achtergrond als life coach, hypnotherapeut, NLP trainer, psychologie, filosofie. En wanneer ik psychopathologie hebben bestudeerd, en we bedoelen met psychopathologie een burn-out, een depressie, dat soort dingen, problemen, verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer die persoon in contact komt met zijn of haar brandende verlangen, dan raak je de kern van wie je bent, daardoor in vuur en vlam komt te staan, dat omzet in een mentaal beeld en de principes aan toevoegt. Gedachten, je brandende verlangen die met één of meerdere emoties vermengd worden, worden daardoor een magnetische kracht. Dus dan heb je een magnetische kracht die dus allemaal positieve gedachten aantrekt. Nou, wat je daarmee creëert is een momentum. Dan krijg je positief momentum. Want dan ga je meer dingen doen die daarmee in resonantie zijn. Dan ga je meer geloven daardoor. En dan krijg je een positieve feedback loop. Dus word je bewust dat je dus kan kiezen om positieve emoties te vermengen met je gedachten en negatieve emoties kan ontmoedigen en uitschakelen. Onder andere dus door een brandend verlangen op script te hebben en voor ogen te hebben. Als je dat interessant vindt, als je die ommekeer wil maken,
En als je de succesprincipes wil leren, klik op de link hieronder om de tweedaagse training te bekijken die ik binnenkort ga geven in Den Haag voor alle succesprincipes. Dus momentum ontstaat wanneer je in resonantie bent met datgene wat je echt wilt. Nou, er is ook onbewust momentum. Dus al je programmering, en ik zei er net al wat over, in je kindertijd heb je heel veel dingen aangenomen dat regelrechte onzin is. En dat dus niet in lijn is met wat jij wilt in je leven. Waardoor je dus schuldgevoel of schaamte of een waardeconflict kan ervaren of een blokkade kan ervaren. Elke emotionele blokkade is een voorbeeld van dat je niet in lijn bent met wat je echt wilt. En dat er iets is wat je tegenhoudt. Nou, heel veel mensen zeggen, ik weet niet wat dat is. Dat betekent dus onbewust momentum. Als je dat niet oplost, ja, dan zie je dat je je doel gewoon simpelweg niet bereikt. Net als een boot die bijvoorbeeld ja, met een touw vastzit aan een rots nog. Zolang dat niet losgekoppeld wordt, ja, dan kan die boot niet varen. Dat is misschien een hele simplistische metafoor en ik weet best dat problemen complexer kunnen liggen. Echter, elk probleem heeft een oorsprong in een gedachte. Wanneer je die hebt ontdekt, kun je een nieuwe gedachte kiezen met je vrije wil. Dat is je grootste kracht die je hebt, de kracht om een beslissing te maken. Daarmee stuur je je eigen onderbewustzijn op een nieuw pad. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, bewustzijn is helemaal niet krachtig, joh. Je bewustzijn is helemaal niet krachtig. Je onderbewustzijn, daar gaat het om. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar je bewustzijn heeft een kracht die je onderbewustzijn niet heeft. En andersom, je onderbewustzijn heeft een kracht die je bewustzijn niet heeft. Je onderbewustzijn is onmisbaar, maar je bewustzijn ook. Hetzelfde als je zegt, de kapitein die heeft geen kracht. Nou, jawel, die kan die hele boot besturen. Die geeft richting aan de boot. Dat is ook de plicht. Dat is jouw bewustzijn. Je kan een gedachte, je moet een gedachte initiëren. Je moet een gedachte kiezen, je moet een richting kiezen. Dat is dus met je bewustzijn, met je intellect, je vrije wil, kies je. En dan zie je dat wanneer je daarmee emotioneel betrokken raakt, en in dit geval positieve emoties ermee vermengt, dat je daardoor die hele boot, je onderbewustzijn, de powerhouse, die nog in verbinding is met oneindige intelligentie ook, zijn er dus drie, de drie eenheid, bam, worden congruent. En dan zie je dus dat we terug zijn op het pad van Napoleon Hill en de succesprincipes, want dat is dus noodzakelijk om je ideale doel te bereiken. Geloof mengen met je vastomlijnde doel en dan zie je dus dat je je zenuwstelsel, oneindige intelligentie, je gedachte, emotie op één lijn hebt. Nou, natuurlijk heb je tegenslagen, dat kan je van het padje halen. Echter, hoe sneller je terugkomt op die congruentie, op die laserfocus, hoe beter. Dat is ook het verschil. Wanneer je net start, kan het heel lang duren om ja, terug te komen op het pad. Dat maakt ook het verschil tussen een professioneel, een pro en een amateur. Een amateur heeft een tegenslag en die geeft op. En dat hadden we gezien in het hoofdstuk van Napoleon Hill ook. In hoofdstuk 1 of 2 van Lessen uit Think and Grow Rich van deze videoserie. Dat, ik geloof in hoofdstuk 2, verlangen, dat Napoleon Hill zegt, de grootste oorzaak van mislukking is de gewoonte dat mensen opgeven bij tegenslag of pech. De gewoonte om ermee te kappen is de grootste oorzaak van mislukking. De gewoonte om ermee te kappen. Dus dat is de meest makkelijke manier om je doel niet te bereiken, is om te kappen of om ermee te stoppen. Nou, dat is natuurlijk ook zo logisch als wat. Echter, het principe wat erin zit tussen professioneel en amateur is, hoe sneller je jezelf weer in de kampioensmindset brengt, hoe sneller je jezelf weer op het pad van geloof hebt, hoe sneller jij weer gelooft en hoe sneller jij weer actie neemt voor datgene wat je echt wilt, hoe professioneler je bent. Ga maar naar bijvoorbeeld een topsporter vergeleken met een amateursporter. Een amateursporter heeft niet zo heel veel geloof, dus die koopt ook minder goede spullen misschien, die tennist misschien tegen het muurtje hier buiten. Echter, als hij heel veel oefent, zijn verbeeldingskracht gebruikt en het verlangen begint te ontwikkelen om Wimbledon of Roland Garros te winnen, woem, dan zie je dat hij in vuur en vlam komt. Dat zijn de succesprincipes van Napoleon Hill. Tuurlijk moet hij de skills ontwikkelen, maar dat doet hij vanuit verlangen en passie om op een gegeven moment zijn doel te bereiken. Wanneer een professional, laten we Rafa Nadal nemen, ik geloof dat hij nu op 3 van de wereld staat, heeft heel lange tijd op nummer 1 van de wereld staan. Als die een partij verliest, ja, tuurlijk voelt hij zich eventjes, ja, wat voor woord kun je gebruiken, niet zo lekker. Echter, de dag daarna staat hij weer op de baan.
Zie je, dat is de champion's mindset. Dat is de pro, die dus terugkomt in geloof. Weer het verlangen heeft, zichzelf weer in één lijn heeft gezet met zijn brandende verlangen. Weer zichzelf, weer gelooft. En puur door een beslissing, pick yourself up. Ga weer op de baan staan, ga weer tennissen. Ga weer focussen op je vastomlijnde doel. Nou, dat is zijn vastomlijnde doel, maar jij hebt ook een vastomlijnde doel. Jij hebt ook een verlangen. En dus de tijd die je nodig hebt om weer terug te komen in die laserfocus, in die congruentie, in het geloof, in de verwachting dat het gaat plaatsvinden, maakt je professioneler. Maakt je ook krachtiger en sterker. Waardoor je, ja, als je een tegenslag hebt, ook de gewoonte hebt ontwikkeld om steeds sneller en sneller terug te komen op het pad. En dat is natuurlijk ook een spier die getraind wordt. Dat is het verschil tussen een amateur en een professional. We gaan naar de laatste les. De wet van zelfsuggestie brengt je naar vrede en welvaart of naar het dal van ellende, mislukking en dood. Nou, dat is een heftige uitspraak. Maar je ziet bijvoorbeeld de uitspraak, ik weet niet precies van wie die is. Is jouw leven een voorbeeld of is jouw leven een waarschuwing? Ja, je hebt heel veel mensen in je eigen omgeving of misschien die je op tv hebt gezien dat je denkt, fuck, dat is wel heel heavy. Daar moet ik voor oppassen. Dat is op een gegeven moment een les die je leert in 1 seconde om dat niet te zijn. Dat is een voorbeeld van iemand die een waarschuwing is. Maar je hebt ook van, wow, dat is te gek zeg. Bij een persoon die jou inspireert of een idool, dat is dan een voorbeeld. Beide personen hebben de wet van zelfsuggestie gebruikt. En nu komt het, dat is de laatste les van deze video. Dat de wet van zelfsuggestie brengt je of naar vrede en welvaart of brengt je naar het dal van ellende, mislukking en dood, afhankelijk van je inzicht in die wet en de toepassing ervan, afhankelijk van je inzicht in die wet. Oftewel, heb je begrepen hoe krachtig je bent? Heb je begrepen hoe je gedachten alles sturen? Ook je hart kunnen openen of sluiten? Heb je begrepen hoeveel power je hebt en dat je alle mentale faculteiten bezit om via de wet van transmutatie. Sowieso doe je de wet van transmutatie. Je bent sowieso al succesvol. De vraag is waarin. Om even een heleboel gedachten samen te vatten. Je bent al succesvol. De vraag is waarin. Dat is onder andere een van de sleutels. Is dus zelfsuggestie. Dus de wet van zelfsuggestie. Oftewel hoe je denkt en hoe jij communiceert via je emoties. Onder andere naar je onderbewustzijn. Gaat bepalen of je naar vrede en welvaart gaat of naar dood, mislukking en ellende. De wet van zelfsuggestie zal je opheffen of neerdrukken, afhankelijk van hoe het zeil van je gedachten gespannen is. Oftewel, je gedachten kun je zien als een zeil. Dus het maakt niet uit hoe de wind staat. Het is belangrijker hoe het zeil gespannen is. Hoe je denkt gaat voor het grootste deel bepalen hoe je gaat reageren. Hoeveel geloof je behoudt. Dus de wet van zelfsuggestie is essentieel. En daar gaat ook de volgende video over. In lessen uit Thinking Grow Rich. En dus dat is ook de laatste les voor deze video. Ik hoop dat je het waardevol vindt. Laat je reactie onderaan deze video achter. Wat jouw favoriete les is uit deze video. En of je vragen hebt dus. De wet van zelfsuggestie zal je opheffen of neerdrukken. Afhankelijk van hoe het zeil van je gedachten is gespannen. Het is bekend dat de emoties van liefde nauw verbonden is met de geestelijke toestand van geloof. Ja, dat hebben we gezien, hè? Dus liefde, geloof en verwachting staan heel dicht bij elkaar. Rijkdom op het gebied van wat jij rijk in wilt zijn. Rijk van gezondheid, rijk in geluk, rijk in financiën, rijk in zelfvertrouwen. Begint in de vorm van een gedachte. Alles begint in de vorm van een gedachte. De omvang van de rijkdom wordt alleen beperkt in wiens geest de gedachte ontstaat. Geloof heft beperkingen op. Onthoud dat als u met het leven gaat onderhandelen over de prijs die u vraagt voor wat u doet. Dus daar wil ik het bij laten. Sommigen zeggen, ja, kun je nog 1 keer herhalen wat je dan zei op het laatst. Ja, rijkdom begint in de vorm van een gedachte. De omvang van de rijkdom wordt alleen beperkt in wiens geest de gedachte ontstaat. Dus hoeveel rijkdom kun je eigenlijk aan? Hoe rijk zie jij jezelf? Hoe rijk wil je zijn? Het is niet goed of slecht, heeft te maken met wat is het dat je echt wilt? Wat is je brandende verlangen? En in wiens geest dat ontstaat, in jouw geest, gaat beperken of er beperkingen aan zitten. Gaat bepalen of er beperkingen in zitten.
Want je kunt die beperkingen loslaten, onder andere door de principes te volgen. En geloof heft beperkingen op. Zie je dat hoe meer geloof je hebt, dat die beperkingen dan uit je denkgeest verdwijnen. Ten slotte onthoud dat als je met het leven gaat onderhandelen, oftewel als jij gaat beslissen wat je echt wilt, denk dan na over de prijs die jij vraagt voor wat je doet. Bedankt voor het kijken in deze video naar de principes en lessen uit het hoofdstuk geloof.